Op dit moment zitten we midden in een verkiezingscampagne. En het kan dan ook niet anders dan dat u dagelijks naar de tv kijkt en vol interesse, of juist met irritatie of diep onder de indruk, kijkt en luistert naar de lijsttrekkers die proberen u te overtuigen van hun gelijk. Zelf doet u dagelijks eigenlijk niet anders. Ook u probeert in vergaderingen of tijdens sales pitches of andere bijeenkomsten anderen te overtuigen van uw bijzondere visie, plan of ideeën. En ook u komt er net als die lijsttrekkers achter dat dat nog niet zo makkelijk is. Mensen laten zich niet zo snel overtuigen. En daarom is er dit boek. In dit boek staan een aantal principes uitgelegd die al 2500 jaar geleden bedacht werden en in het oude Griekenland en waar toen al beschreven werd hoe overtuigingskracht werkt. En ze staan hier vertaald naar hoe u ze in 2017 goed kunt toepassen. Zo staat hier bijvoorbeeld in beschreven het principe van logos. Hoe bouw je een argumentatie nou goed en overtuigend op? Wat is daarvoor nodig? Wat maakt het logisch? Wat maakt het dat mensen het willen geloven? Maar daarnaast staat ook het principe van pathos beschreven. Dat gaat er meer over hoe u de goede argumenten zo vormgeeft dat mensen u echt willen geloven. Dat u mensen meeneemt. Dat gaat over stijlfiguren, drogredenen, humor en andere manieren die u kunt gebruiken om mensen zo in te stellen dat ze graag in uw idee willen geloven. En tot slot staat er ook iets beschreven over de persoonlijke overtuigingskracht. Wat maakt nou de persoon die het verhaal vertelt overtuigend? Dat gaat van Obama tot misschien Trump. Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten en wat heb je nou nodig als je een verhaal vertelt, nog los van wat je inhoudelijk vertelt, om ervoor te zorgen dat mensen jou als persoon geloven. Kortom, oude principes vertaald naar 2017. Ik kan u garanderen dat de lijsttrekkers met deze principes met hun hele campagneteam maandenlang bezig zijn geweest om deze weken u en mij een overtuigend verhaal te vertellen. Mijn advies aan u is, lees dit boek, studeer erop, zodat u het zelf ook dagelijks kunt gebruiken in uw praktijk. Succes!